En super tof dat je kijkt naar deze gloednieuwe video. En we gaan deze video beginnen. Vandaag in deze video regent knijtershard. Ja, dat is gewoon typisch Nederland. Hoor je dat? Dat is de reden. Maar ja, oh ja, vergeet ook niet te abonneren. Want vanaf gisteren heb ik een ander abonneerknop. Ik zou iedereen zeggen, subscribe betekent gewoon abonneren. Het is Engels. Het geeft allemaal niks. Abonneren is abonneren. Maar ja, we gaan deze lekker beginnen. Want vandaag ga ik even goed mijn water afscheren. Want als je hier ziet, aan deze kant. En deze kant. En deze kant. Je begint nu echt op ja, een kabouter te lijken. Maar ja, hij gaat eraf. En dan zie ik jullie zo meteen weer terug. Ik ben bijna klaar. Alleen dit stukje nog. En dan kom ik. Tot zo. Zo. Ik ben weer terug in mijn kantoor. En ik ben helemaal weer geschoren. Ik ben weer hartstikke mooi weer geworden. Nou, mooi, dat ben ik altijd. Nou, niet overdrijven, hè, Jorik? Nee. Oké, nou, wat ik nu ga doen, dat weet ik eigenlijk nog niet. Maar vanavond ga ik lekker achter de computer, ga ik lekker Thomas kijken van Gewoon Thomas. Een vriendje van Rutger. Ja, want ik hou van deze twee YouTubers. En hond Paco, dit is echt zo'n leuke hond. En daarna, als het gelijk donker is, het is wel een beetje donker aan het worden. Dus dan ga ik nog even nog iets anders doen hoor. Nou, ik ben nog steeds achter de computer voortaan. Want tv kijken is niet echt mijn ding niet meer. Want ja, ik weet zelf ook even niet echt waarom. Oké, ik heb een bericht gekregen van Dalien. Want Dalien en ik, wij zijn nog steeds een hele goede samen. En ja. Ja, en Dalien was een tijdje geleden ook nog op vakantie geweest. Man, ze was echt heel lang weg. Maar nu is ze weer in Nederland. En wij gaan misschien ooit eens weer af gaan spreken wat we gaan doen. Maar voor één klein dingetje. Doe even snel, want dan moet ik echt in mijn slaapkamer zijn. Want daar heb ik hier iets leuks te laten zien. Want over Dalien en ik gesproken. Als Dalien bij mij is, of ik bij haar. Als ze bij mij is, dan maken we heel af en toe een video. Oh, sorry voor het statief. Dan wordt ze heel eventjes stil. En ik snap ook waarom. Want ze wil graag wat dingen doen eigenlijk. En zoals de bioscoop. Of een keertje naar de stad. We moeten Daniel en ik moeten een beetje meer iets gaan doen. Iets meer echt spontaan eigenlijk. Wat wij normaal doen. Want bij Novalis. Daar kletsen we heel veel. Alleen bij mij thuis een klein beetje weinig. Nee? Maar dat komt dat wij heel vaak hier zitten. Zitten om de video's te maken, een beetje, af en toe een beetje kussen. Dat hou ik ook van. Ik hou van kussen. Maar, voor een klein dingetje. Bij sommige YouTubers doen ze wel op YouTube. Maar hoe ik ga doen, dat doe ik liever niet in beeld. Want ik weet niet waarom eigenlijk. Maar ik weet wel de reden waarom. Als ik er een kussen in een video, dan denken ze, waarom kussen ze nou in een video? Yo. En dan dacht ik gelijk, dat weet ik zelf ook niet echt. Maar ja, op naar mijn slaapkamer, want daar heb ik iets leuks te laten zien. Oké, we gaan nu naar mijn slaapkamer, maar ik ga nu een beetje harder praten. Want het regent. Want ik heb hier een dak. Dan hoor ik het regen. Maar ja, om jullie te laten zien. Er is wel een aantal spulletjes teruggekomen. Want. De Eftelingkamer.
Die is er weer. Want alles staat weer terug op zijn eigen plek. De vogel van de vogelrok staat er. En natuurlijk, ja, de spookslot. Dat hoef je nooit te missen. En dit erbij. Ja, alleen dit moet ik ergens een keertje ophangen. Maar ik weet niet waar eigenlijk. Laat in de reacties maar even weten. Wel eens even hard praten. Ja, het regent, want ik heb zo'n plastic dak. Dan kan je de regen zo goed horen. En ik ga deze video heel snel afronden. Want de batterij van mijn camera is bijna weer leeg. Maar ja, volgens ook een hele leuke video. Wil je nog meer soorten video's willen zien? Wat ik normaal altijd doe? Laat maar even weten in het reacties. Dus maar één ding te zeggen. En dat is... What the